griezelen en snoepen tijdens Halloween koopavond. Apeldoornse boys vierden 100 jaar jubileum. Gedenkstenen voor Joodse oorlogsslachtoffers. Veel schade na inbraak op juwelier Het Harnas. Grote fietsverlichtingsactie loopt bijna af. SP is tegen het weren van scooters in het centrum. Lokaal Apeldoorn pleit voor een waterstoftankstation. Ruim 18.000 mensen weer bij elkaar door Serious Request. Europaweg gaat maandag weer open voor het verkeer. En Sinterklaas komt dit jaar met de stoomtrein. Tijdens de koopavond op vrijdag werd er in de winkelcentra Hart van Zuid en de Eglantier Halloween gevierd. Op Hart van Zuid waren vooral de winkeliers en een aantal vrijwilligers verkleed. Halloween op Zuid, waarom eigenlijk? Dat gaan we steeds meer zien. Hè? Als je de foldertje lostrekt, dan zie je al Halloween spullen staan. En veel meer winkelcentrums die er al mee beginnen. En we dachten, ja, waarom zullen wij dan achterblijven? Je bent helemaal verkleed. Je had net een mooi masker op. Ja. Blijf je dat voortaan doen? Nou nee, het is bloedheet met dat ding op. Dus hij gaat zo meteen, als ik naar buiten ga, dan gaat hij op. En het is hartstikke leuk om te doen, de Halloween. En natuurlijk doen we dat niet alleen, want we hebben hulp gekregen van speeltuin De Zoemen. Ja, dat wou ik vragen, want wat doen jullie met dit geweldig feest? Wij helpen mee met opbouwen en afbreken en wij leveren mensen om hier rond te lopen. Oh, dat zijn jullie mensen? Dat zijn onze mensen, die buiten lopen in ieder geval. Sommige vrijwilligers namen het wel heel erg serieus. En als je niet uitkeek, kwam dit op je af. De organisatie had een uitgebreid programma gemaakt. We hebben natuurlijk alle winkels hebben sowieso allemaal verklede mensen staan. Dus dat zijn ondernemers zelf. De kinderen die zijn hier al allemaal met opdrachtlijsten bezig. En dan moeten ze dingetjes zoeken, letters in de winkels. En vooral opdrachten doen is ook erg leuk. En er komt een hele grote effect bij de HEMA voor. En met kettingzagen, met lichte roken, van alles. En er komt een duo die staat hier buiten met een gitaar en ze zijn aan het zingen. Er is eigenlijk gewoon heel veel te doen eigenlijk. Heel mooie lichteffecten buiten op straat. Bomen zijn allemaal verlicht. Je bent niet verkleed, waarom niet? Ik help graag mee met de organisatie, maar verkleed zelf niet. Erg druk was het tijdens ons bezoek nog niet. Een enkeling vond het toch wel erg griezelig allemaal. Bij de Eglantier was het daarentegen heel erg druk. Ook daar liepen vrijwilligers verkleed rond. De winkeliersvereniging had dit jaar op tal van plekken rookmachines en laserverlichting neergezet. De kinderen werden bij heel veel winkels getrakteerd op snoep. Je deelt allerlei lekkers uit, maar wat is het allemaal? Lollies, dropjes, alles wat de kinderen lekker vinden. Ja, echt lekker of heel smerig? Nee, lekker gewoon. Lekker. Gewoon echt lekker. Hoe is het om Halloween te vieren in een winkelcentrum als Eglantier? Heel leuk. Het leeft elk jaar steeds meer op. Leuk. Ja, zeker weten. Het is wel heel erg druk vandaag. Hè? Zeker weten. Mooi, goed weer, droog. Perfect. Ik moet even de kinderen tussendoor doen, hoor. Succes. Dank u wel, hoor. Veel kinderen, maar ook ouders, hadden zich gesminkt. Halloween hier op de Eglantier, hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Al die griezels hier. Dat is toch geweldig? Vind je het niet eng? Ik vind het niet eng. Vind jij het eng? Vind je het een beetje eng? Ja, zij wel. En, hoe vinden jullie het? Heel leuk. Ja, heel leuk, ja. Jij geeft licht. Ja. Maar mogen jullie heel lang opblijven nu? Ja, maar ik mag ietsje. Ik moet wel vroeger naar huis, want ik ben morgen publiek bij Zapp Live. Veel etalages werden in stijl aangekleed. Met spinnenwebben en pompoenen werd Halloween onder de aandacht gebracht. Deze winkelier sloeg bijna letterlijk de klanten naar binnen. Is dat een nieuwe manier om klanten binnen te halen met een hamer? Eigenlijk wel, ja. Dus niet om ze af te schrikken, maar om ze binnen te halen. En gewoon naar binnen slaan heet dat? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dan hoor je toch buiten te staan? Ja, eigenlijk wel. Maar je moet natuurlijk ook de klanten die binnen zijn wel aandacht geven. Hoe is Halloween hier? Ja, leuk. Te gek. Wordt steeds meer een hype, dus dat merk je wel. Er is steeds meer aanloop en engere mensen. Ja. Veel plezier. Ja, heel veel plezier. Dat sowieso. Ja. Dat zeker, ja. Zelfs een hond moest eraan geloven.
Nou, dat is wel heel bijzonder. Een hond zelfs verkleed? Ja, zeker. Hij mag ook wel meedoen, toch? Vindt hij er zelf van? Ze vindt het wel leuk, maar ze vindt het wel heel erg veel in één keer allemaal om elkaar. Het is wel druk, hè? Heel druk, ja. Ja. En jij? Vind je het leuk? Ja. Je ziet er mooi uit. Ja. Ga je zo ook naar school? Nee. Toch niet? Normaal heb je een ander masker, hè? Ja. Ja. Een DJ en optredens maakten de Halloween-sfeer bij de Eglantier compleet. Het in 1918 opgerichte voetbalvereniging Apeldoornse Boys vierde afgelopen zaterdag haar 100-jarig bestaan. De club is een van de oudste voetbalverenigingen die Apeldoorn rijk is. We zijn een van de weinige clubs binnen Apeldoorn die 100 jaar bestaan. We zijn de derde of de vierde in rijk. Meen Robuur gaat voor ons, AGOVV, volgend jaar Columbia. Dus ja, het is wel een unieke prestatie, denk ik, dat je als club 100 jaar kan bestaan. Wethouder van Sportzaken, Nathan Stukker, kwam de vereniging namens de gemeente feliciteren. 100 jaar Apeldoornse Boys. Hoe kijkt de sportwethouder daarnaar? Nou, de sportwethouder vindt het fantastisch dat een voetbalclub als Apeldoornse Boys 100 jaar hier in Apeldoorn-Zuid zijn rol kan spelen. Ja, als je als vereniging dan mag terugkijken op zo'n roemrucht verleden, is dat volgens mij ook namens de gemeente Apeldoorn een hele grote felicitatie waard. Nou roepen ze wel eens Apeldoorn een volleybalstad, maar er wordt ook redelijk gevoetbald, of niet? Ja, er wordt absoluut redelijk gevoetbald hier in Apeldoorn. Meer dan 10.000 jongens, meisjes en mannen en vrouwen die in Apeldoorn voetballen. En dat is prachtig om te zien als je op zaterdag of zondag langs de velden staat. Met andere woorden, wat de sportwethouder betreft, doe er nog maar 100 bij. Nou ja, volgens mij hebben we 100 jaar prachtige historie gaan we vandaag vieren. En kijken we vol vertrouwen naar de toekomst van het Apeldoorns voetbal hier in Apeldoorn staat. Het jubileumfeest was al een week lang bezig. We zijn afgelopen zaterdag begonnen met een wedstrijd van oud-Apeldoornse boyspelers die ooit in het eerste hebben gespeeld. En met aansluitend een reunie, wat ontzettend goed bezocht was. Dan merk je toch wel dat veel mensen de boys een warm hart toedragen. En vandaag hebben we dan de receptie, vanavond de feestavond, waarbij dan nog een aantal jubilarissen zijn die 60 of 70 jaar lid zijn. Het jubileumboek. En dan is het eigenlijk wel na de feest van vanavond afgesloten. Behalve dan voor de jeugd, die gaan dan nog in november naar FC Utrecht toe, een wedstrijd. En dan is het echt wel goed geweest, ja. Ja. Ter gelegenheid van het jubileumjaar werd een boek gemaakt dat 100 jaar Apeldoornse Boys illustreert. In Apeldoorn zijn veel voetbalverenigingen die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Dat geldt ook voor de Apeldoornse Boys. Als ik kijk waar we vandaan komen, doen we het goed. Maar het houdt niet over, dat zie je zeker niet. We hebben nu na jaren weer een voetbalcommissie staan. We hebben weer een jeugdcommissie staan. Dus wat dat betreft staan we stevig. Maar ja, hoe nu verder, dat is eventjes de vraag. Ook financieel gezien, we hebben wel inderdaad een hele hoop sponsoren. Maar ja, het is roeien met de riemen die je hebt en dat houdt niet altijd over, laat ik dan zo zeggen. Ja. Sportief gezien gaat het met de boys een stuk beter. We zijn weer terug in die vierde klasse. En nou... Ik wou net zeggen, kampioen geworden. Ja, net een nieuwe hoofdtrainer. Ja, met een nieuwe hoofdtrainer. Ja, wat een unieke prestatie ook van hem. Dat hij als eerste jaar hoofdtrainer dan ook al meteen hup, kampioen, ongeslagen. Ja, nu eigenlijk deze trend voortzetten. Nou, mijn meer is me van als we maar gewoon kunnen blijven handhaven in de vierde klasse. Dat zou heel fijn zijn, ja. Orang-Outang Binti is zondag in Park Apenheul plotseling overleden. De aap viel van een klimrek, belandde in het water en overleed. Als tweejarig aapje kreeg Binti een herseninfarct en hield daar epileptische aanvallen aan over. Binti leerde daarmee om te gaan, maar vermoedelijk ging dat zondag toch mis. Apeheul verliest binnen een week twee orang-oetangs. Eerder overleed op 52-jarige leeftijd Sylvia. De faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit in Utrecht gaat het lichaam van Binti onderzoeken naar de exacte doodsoorzaak. Binti was 18 jaar oud. De komende tijd worden op verschillende plekken in Apeldoorn gedenkstenen geplaatst. Op de stenen staan de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Waarom leggen we gedenkstenen en waar komt het idee vandaan? Het idee is al jaren geleden bedacht door een Duitse kunstenaar. Hij is begonnen met stolpenstenen of struikelstenen. En inmiddels liggen daar in heel Europa al tienduizenden van. En in Nederland, maar ook in het buitenland zijn er alternatieven. En wij hebben gekozen voor een alternatieve steen.
En wij leggen ze om de vermoorde Joden te herdenken. En om hun juist op de plek waar ze gewoond hebben, daar aandacht te besteden. In Apeldoorn alleen al waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog 410 Joodse slachtoffers te betreuren. Als het aan de voorzitter van de gedenkstenen Apeldoorn ligt, komen er ook 410 stenen te liggen. Hoe bepalen jullie nou waar je een steen ligt? In principe worden alle Joden herdacht die afgevoerd zijn vermoord. Er zijn er ongeveer 410 in Apeldoorn. En ons criterium, zeg maar, is echt dat ze vermoord zijn of dat ze uit wanhoop zelfmoord hebben gepleegd. Dus wij gedenken geen overlevenden en ook geen mensen die bijvoorbeeld ergens hebben ondergedoken. Terwijl dat in andere landen of andere gebieden soms wel gebeurt. Als ik jou hoor zeggen, in Apeldoorn gaat het om 410 mensen en jullie leggen vandaag nog niet eens 10 stenen, dan kun je nog een paar jaar vooruit. Wij leggen vandaag 21 stenen op 8 adressen. En na vandaag liggen er 52. Ja, en we hopen er ongeveer 50 per jaar te kunnen leggen, misschien meer. Maar het heeft ook te maken met of het archiefwerk, hè, en het vinden van nabestaanden, of dat een beetje kunnen bijbenen. Maar het zijn allemaal factoren die in de praktijk moeten gaan lopen. Stadsdichter Aad van der Waal legde zondag de eerste steen. Voor deze plechtigheid had hij een gedicht geschreven en droeg deze ook voor. Namen van betekenis. Laat deze namen immer helder schijnen door duisteren van die gruwelijke nacht. En laat er geen zonder een spoor verdwijnen. Laat voelen dat er aan hen wordt gedacht. Laat deze namen in het gehard geheugen gegrift staan als een boodschap voor altijd, die de geschiedsvervalsing en de leugen ontmaskert en onwankelbaar bestrijdt. Laat het geroofde deel van ieder leven niet zonder haar betekenis vergaan. Laat deze namen in graniet geschreven als waarschuwing en aanklacht voortbestaan. Ontwaar in deze namen van weleer de echo die in stilte schreeuwt, nooit meer. Ruim 50 mensen waren bij de steenlegging aanwezig. De bioscoopketen View heeft een record bezoekers in de maand oktober mogen verwelkomen. Ruim 440.000 mensen bezochten de 21 bioscopen die de keten telt. Dat is een toename van 11%. Ook tijdens de herfstvakantie werden de zalen drukker bezocht. Binnen 2 weken waren dat er ruim 285.000 bezoekers. En dat is een stijging van 17% ten opzichte van het vorig jaar. Ook de vestiging in Apeldoorn zag het aantal bezoekers sterk stijgen. Zondagnacht werd er bij juwelier Het Harnas aan de Korenstraat in Apeldoorn een inbraak gepleegd. Melita van Zeltz is eigenaar van de winkel en woont daar vlakbij. 3:50 schrokken we in één keer wakker van een enorme knal. Omdat we toch dichtbij in de straat wonen. Het was in de hele straat heel goed te horen. En toen zegt mijn man, er wordt ergens ingebroken. En tegelijk ging bij ons in huis ook het alarm over. Ja, je springt uit je bed, kleed je aan, wat je grijpen kunt. En ondertussen, de alarmcentraal belde vrij vlug. Omdat de sensor heel dicht bij de deur, die zit op de deur al. Dus maar enig iets druk erop en die gaat al af. En toen we bij de winkel kwamen, ja, schrokken we enorm. Een grote ravage. In korte tijd sloegen de daders hun slag en brachten veel schade aan. Vanzelfs is daar nog beduust van. Ze waren binnen, dus via de voordeur binnengekomen. Toch een behoorlijk stuk het pand ingelopen. En daar de 2 vitrines kapotgeslagen. Ook schade aan het pand? Ja, enorme schade. De puien, er moet een nieuwe glasdeur in, er moet een nieuwe rolluik in. De vitrines zijn helemaal ontzet. Ze hebben echt dingen verbogen. Ik denk, hoe kan dat in 2-3 minuten tijd? Wat er precies buiten is gemaakt, moet nog worden vastgesteld. De gestolen goederen zijn niet zomaar weer terug in de winkel. Kijk, je bent wel leuk verzekerd, maar je bent al je leuke dingetjes kwijt.
weer afspraken maken met vertegenwoordigers. Wij hebben ook nog wel eens veel dingen uit buitenland die je op de beurzen koopt. Ja, die ben je echt kwijt. Die kun je niet eerder weer aanschaffen als... Ja, dan moet ik de factuurtjes opzoeken en dan sommige kun je benaderen. Maar ja, het komt uit, sommige komen uit Italië. Ondanks de schrik, de winkel blijft open? Ja hoor, we gaan er gewoon knetters uit tegenaan, extra hard weer. En het personeel ook, allemaal weer positief. En ja, je hebt even de schrik in de been. Maar ja, het is minder erg als dat je een overvaller hebt en dan is de impact veel zwaarder op het personeel ook. En voor jezelf ook, dan daar kun je nachtmerries van hebben. Er staat een verbouwing gepland, maar dat gaat nu nog meer geld kosten. Er komt een heel grote rolluik in. En daar kunnen ze, ja, dan moet er echt een vrachtwagen komen. Deze ridder kon de inbraak niet voorkomen. Nog tot 31 oktober duurt de landelijke fietsverlichtingsactie. Tijdens die actie repareren fietsenhandelaren gratis de kapotte verlichting. Het is daarom extra druk in de fietswinkel. Er zijn regelmatig mensen die op het moment binnenkomen om een fiets gratis te laten repareren. Dat was altijd toch wel een heel festijn jaren terug? Ja, terug was dat veel meer. Toen werd er vanuit de gemeente georganiseerd op één dag. Dus dan splitsen ze zich op één dag toe. En nu hebben ze eigenlijk de hele maand de tijd om te komen. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van fietsverlichting. Tegenwoordig werkt heel veel fietsverlichting op LED, op LED-lampjes, batterijtjes achter. En vroeger was het allemaal een snoertje en een dynamo. En dat dynamootje dat flipte en snoertjes die braken. Dus de fietsverlichting is vele malen beter geworden. En wat betekent dat voor de elektrische fietsen? Elektrische fietsen hebben helemaal niet gauw een verlichtingsstoring. Want de verlichting wordt vaak gevoed door de accu die ook de motor voedt. Nou ja, en die accu die werkt in principe eigenlijk altijd. De verlichting is vaak niet zo duur meer en kan snel op een fiets geplaatst worden. Wat heel veel verkocht wordt, dat zijn de LED-lampjes. Ik kan er nog even eentje pakken. Dat is dus een verlichting zonder snoertjes. En als je ziet wat een licht er tegenwoordig uitkomt, voor zo'n klein lampje. En dat eigenlijk van heel ver zichtbaar is. Nou, daar kopen de mensen voor om en bij een tientje. En ze hebben de hele winter licht. Mocht je fietsverlichting het niet doen, dan is dit misschien wel een goed advies. Let op je verlichting, want het is gewoon levensgevaarlijk als je zonder licht rijdt. En denk ook zeker de jeugd, die neemt het misschien allemaal niet zo heel serieus. Maar ik denk dat het vooral de taak van de ouders is om te kijken of de verlichting van de kinderen het wel doet. Deze maand loopt de verlichtingsactie ten einde. Ja. Kunnen ze toch nog bij jou terecht? Ja, officieel is het tot eind oktober, maar ja, komt 3 met 2 november, dan kijken we natuurlijk ook nog wel even naar de verlichting. Een aantal Apeldoornse politieke partijen vinden dat de scooter in het centrum geweerd moet worden. Het gaat dan om de scooters die op fossiele brandstof rijden. De SP is daar falikant op tegen. De Partij van de Arbeid kwam met dat voorstel om scooters in de eerste instantie te weren. Maar in het debat werd het al wat genuanceerder. Kwamen ze met ideeën bijvoorbeeld eromheen rijden of een andere oplossing. En in ieder geval, zij willen de opdracht geven om inderdaad scooters te verminderen in de binnenstad. Wat wij vinden is ten eerste dat het landelijk beleid zou moeten zijn, zodat het in elke gemeente hetzelfde is. En dat landelijke beleid is er. Dus dat is goed nieuws. We hebben al landelijk beleid. Vanaf 1 januari 2018 mogen er geen vervuilende scooters meer verkocht worden. Dus alle nieuwe scooters zijn niet meer vervuilend. Dat is reden 1 waarvan wij denken, nou, weet je, is dat nou nodig om op dit moment te zeggen, we gaan het weren buiten de binnenstad. Elektrisch aangedreven scooters zouden wel in het centrum worden toegelaten. Volgens de SP worden daar vooral de mensen met een laag inkomen door getroffen. We moeten niet vergeten wie die scooters kopen. En dat zijn voornamelijk de mensen die niet zoveel geld hebben. Of de mensen die niet goed te voet zijn, maar wel op een scooter kunnen. Maar ook de jongeren die een hele zomer werken, die geen rijke papa en mama hebben. Die zeggen, hé, je bent 16, alsjeblieft, heb je de nieuwste scooter? Nee, die werken een hele zomer. Ze kunnen geen auto betalen en die kopen dan een tweedehands scooter. De vraag is, moeten wij daar dan de lasten neerleggen? En wij zeggen als SP, nee, daar moeten we niet de lasten neerleggen. Deze groep mensen, die worden al overbelast constant. Met duurdere zorg, met woningen die niet meer betaalbaar zijn. Jongeren die studieschulden hebben. En dan gaan wij als gemeente ook nog in de naam van duurzaamheid deze jongeren belasten. En eigenlijk de jongeren met veel geld ontzien. Het gaat vooral om de uitstoot van de scooters. En die zou veel te hoog zijn. De SP zet daar vraagtekens bij.
om hoeveel uitstoot gaat het dan? Om hoeveel oude scooters gaat het dan? Ja, daar hebben wij helemaal nog geen antwoord op gekregen. En dat zie je landelijk ook. De grote vervuilers, die krijgen zelfs subsidie landelijk om minder te gaan vervuilen. De huishoudens die de kleinere vervuilers zijn, die moeten meer betalen als dat ze vervuilen. Dat is al de trend die wij in Nederland hebben rondom klimaat en duurzaamheid. En wij vinden dat die trend anders moet. En wij vinden dat we als Apeldoorn al helemaal niet mee moeten gaan doen om lasten neer te leggen bij een groep mensen die het gewoon al niet makkelijk hebben. Er zijn andere oplossingen te bedenken voor dit milieuprobleem, vindt de SP. Volgens ons zijn er hele andere oplossingen mogelijk. En dat is bijvoorbeeld openbaar vervoer stimuleren. Wij willen een vorm van eurokaartje terug. En daar zullen wij een motie voor indienen. En daar hebben de mensen alleen maar de lusten van en niet de lasten. De beide moties worden volgende week donderdag in de Raad behandeld. De politieke partij Lokaal Apeldoorn wil dat er een waterstoftankstation komt. Zij vinden dat de gemeente Apeldoorn daar meer vaart achter moet gaan zetten. De positie van de gemeente op dit moment is dat wij graag willen dat er duurzame energie wordt dingen worden gedaan. En dat daarin dingen worden ontwikkeld. En de positie van de gemeente is dat men op dit moment afwacht. En dat is wat wij als Lokale Apeldoorn liever niet hebben. Wij willen een actievere houding van de gemeente ten aanzien van waterstoftankstations. Slechts een enkele auto of bus rijdt al op waterstof. Toch wil Lokaal Apeldoorn nu al een tankstation daarvoor realiseren. De partij heeft daar zelfs een motie voor ingediend. Is daar al behoefte aan? Wij denken van wel. Wij denken dat er verschillende partijen zijn, en die hebben zich ook al gemeld, die zeggen wij willen voor met name het zwaardere verkeer, dus voertuigen à la vrachtwagens en bussen, daar willen wij graag op waterstof in plaats van elektriciteit. Elektriciteit redt het daar niet. Daarom waterstof als goed alternatief voor de energievoorziening. Daar willen ze graag een waterstoftankstation voor. Dus partijen zijn er al in de markt die zich hebben gemeld. En er zijn ook partijen die een dergelijk soort investering willen doen. Nou, dat is precies de vraag die wij stellen. Wij doen een oproep aan partijen om zich te melden bij de gemeente. En de gemeente zou dan binnen het grondgebied van Apeldoorn moeten kijken waar zou dat eigenlijk passen. Waar zou dat veilig gebouwd kunnen worden, zo'n waterstoftankstation. Die partijen roepen wij op om zich te melden en de gemeente roepen wij op om zich te faciliteren. Tussen Apeldoorn en Arnhem rijdt er al enige tijd een bus die op waterstof rijdt. Dat klopt, dat is een pilot. Daar rijdt een bus tussen Apeldoorn en Arnhem op waterstof. Die pilot gaat in ieder geval een paar jaar duren. En op dit moment is het zo dat die bus in Apeldoorn niet kan tanken. Daarvoor moet hij terug naar Arnhem. Dat vinden wij raar. Wij zeggen dat is al een goede opstap om een waterstoftankstation te kunnen faciliteren. Of er ook een meerderheid in de Raad is die deze motie steunt, moet nog blijken. Het adviesorgaan, de regiegroep, vindt dat de verklaring van minister Cora van Nieuwenhuizen over de herrie van vliegtuigen ondeugdelijk onderbouwd zijn. De berekeningen die de minister voorhoudt zouden 2 keer lager zijn dan de officiële metingen aangeven. Die metingen werden verricht tijdens de zogenoemde belevingsvluchten die in mei van dit jaar plaatsvonden. De laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport liggen al een tijdje onder vuur. De metingen zouden volgens de adviesorgaan opnieuw moeten gebeuren, omdat er uit de diverse metingen te veel verschillende geluidsniveaus kwamen. De minister wil die nieuwe metingen niet. Oppositiepartijen en regeringspartij ChristenUnie eisen van de minister opheldering over deze verschillende berekeningen. Cora van Nieuwenhuizen moet volgende week daarop reageren. De 5,3 miljoen euro die de 3FM Serious Request actie vorig jaar in Apeldoorn heeft opgebracht, heeft tot een verbluffend resultaat geleid. Het Rode Kruis heeft met dat geld ruim 118.000 mensen weer bij elkaar kunnen brengen. De actie toen was bedoeld om gezinsleden die door oorlogen of door natuurgeweld elkaar waren kwijtgeraakt, weer te herinneren. In de eerste helft van dit jaar werden ruim 80 kinderen met hun families herenigd en werden er 418 opsporingsverzoeken geslaagd afgehandeld. De opbrengst van de actie werd vooral besteed in de landen als Nigeria en de Democratische Republiek Congo. De actie van 3FM Serious Request gaat ook dit jaar weer van start, maar dan met een hele andere opzet. Het vertrouwde glazen huis, zoals dat vorig jaar nog in Apeldoorn te zien was, komt niet meer terug. Nu trekken DJ's team lopend door het land om allerlei acties te bezoeken. Nieuw is ook dat het opgehaalde geld nu niet naar 1 doel gaat, maar naar 3 verschillende doelen.
Dit jaar zijn dat de noodhulp bij conflicten en oorlogen, bescherming tegen natuurgeweld en voor reanimatiecursussen en AED's. Door deze verandering was Apeldoorn de laatste stad waar het glazen huis heeft gestaan. Sinds 17 september is de Europaweg tussen de Koningsstadshouderlaan en de Jachtlaan afgesloten voor een grootscheeps onderhoud. Dit weekend worden de laatste werkzaamheden afgerond. Dat betekent dat de kruising Jachtlaan, Europaweg en Eendrachtstraat worden afgesloten voor het verkeer. Ook het stuk Jachtlaan tot aan de spoorwegovergang is dan afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. De wegen worden voorzien van nieuw asfalt en een extra deklaag. Maandag moeten de werkzaamheden klaar zijn en wordt de Europaweg na bijna anderhalve maand weer opengesteld voor het verkeer. Dit jaar komt Sinterklaas en zijn Pieten niet met de boot naar Apeldoorn, maar met de stoomtrein. Daarmee krijgt Apeldoorn een oude traditie weer terug. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het NS-plein gebruikt voor het publiek. Hoe zien ze de Sint dan aankomen? Want dat willen ze zien natuurlijk. We hebben een live verbinding met de aankomst van Sinterklaas. Er staat een groot beeldscherm. Iedereen kan dan zien wat er gaat gebeuren. Ja, en als Sinterklaas op het perron aankomt, dan komt hij vanzelf op het podium. Op het NS-plein wordt de Goedheiligman ontvangen door burgemeester John Berends. Klopt, de burgemeester gaat natuurlijk Sinterklaas ontvangen, de gastheer van Apeldoorn. En dan na allerlei activiteiten op het stationsplein gaan we via de Hoofdstraat in één grote rechte lijn helemaal naar het Raadhuisplein. Dus voor iedereen toegankelijk om te kijken hoe de stoet daar naartoe gaat. Het Sinterklaasfeest wordt ook dit jaar traditioneel gebracht. Wat voor pieten brengt de Sint mee dit jaar? Ja, er worden gewoon traditioneel donkerbruine pieten meegenomen dit jaar. Zaterdag 17 november komt de Sint in Apeldoorn aan. Hoe laat komt hij aan? Hij komt om 22:30 aan. Maar ja, het is een stoomtrein, dus je weet nooit of er iets kleine vertraging is. Morgen is het vrij zonnig en droog. Bij een zwakke wind kan het kwik oplopen naar zo'n 14 graden. In de avond en nacht zijn er wolkenvelden, maar blijft het droog. De wind is zwak en het koelt af naar zo'n 9 graden. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt met geregeld zon en blijft het droog. Dinsdag wordt het een graad of 16 en woensdag wordt het zo'n 14 graden.